De duizenden arbeidsmigranten die nu in Westland werken, slapen voor een groot deel buiten de gemeente. Over het aantal te realiseren bedden voor arbeidsmigranten bij Flora Holland en ABC en per wanneer kan de wethouder nog niks kwijt. Alleen ik heb dit nog niet met u gedeeld omdat ik nog geen concreet plan of initiatief heb. Maar in die zin voldoe ik graag aan uw oproep omdat ik er al mee bezig ben om deze gesprekken met Flora Holland en met ABC te voeren. En wij moeten dus gaan kijken op welke manier wij dat in gaan vullen. De directeur van bedrijventerrein ABC Westland laat eerder in het WOS-nieuws weten groot voorstander te zijn van huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijfsterreinen. Dat deze mensen gewoon een normaal bed en een normale kamer hebben om te kunnen overnachten. En die 3 maanden dat ze hier zijn of 6 maanden of misschien langer, dat ze lekker aanwezig kunnen zijn, dat ze zich welkom voelen. En ik denk dat we daar naartoe moeten. Of dit dan, als we deze locaties ontwikkelen, of we dan helemaal klaar zijn, dan kan ik het antwoord geven, nee, dan zijn we niet helemaal klaar. Want ik ga niet zeggen dat ik nu al 2 keer 1000 plekken heb op die terreinen. Want dat weet ik gewoon niet. De politieke partijen roepen ook op om tijdelijke woningen voor gemengde doelgroepen, zoals spoedzoekers en starters, hier te realiseren. Daar plaatst VVD Westland wel een kanttekening bij. De partij wil onderzoek naar de sociale gevolgen. Als je de verschillende doelgroepen bij elkaar zet, u spreekt over 1000. Ik zie het al zitten, 1000 Bulgaren en dan andere doelgroepen en gescheiden vrouwen, allemaal in 1 flat. Dus dat onderzoek is erg belangrijk, door we even goed daarnaar kijken. En met die stemverklaring kunnen wij meegaan met deze motie. Uiteindelijk is er raadsbreed steun.